De zorg voor kinderen met een meervoudige handicap op de Sint Maartenschool wordt vanaf dit jaar duidelijker en overzichtelijker geregeld. De invoering van 2 vaste zorgaanbieders zorgt ervoor dat er een collectief zorgaanbod bij de school ligt. Voorheen moesten ouders bij een groot aantal instanties aan tafel gaan zitten om de zorg rond te krijgen en dat zorgde voor veel onrust. Door bezuinigingen bij het ministerie van Onderwijs ging er minder geld richting de schoolzorg en op dat moment begon directeur van de Sint Maartenschool Gabi Corvaasje zich zorgen te maken. Dus in de afgelopen jaren hebben we het met minder geld moeten doen. Hebben we toch de kwaliteit van onderwijs moeten hoog moeten houden. En we hebben uiteindelijk natuurlijk ook de zorg moeten regelen. Nou, dat is heel veel werk geweest en de zorgen van ouders waren terecht. Komt er een oplossing voor dit probleem? Want anders dan kan het wel eens zijn dat mijn kind misschien niet meer op deze school kan blijven. Nou, gelukkig kunnen we dus nu daar een streep onder zetten en zeggen dat we een oplossing gevonden hebben. Een mooi voorbeeld om uit te rollen in deze regio, om voor alle kinderen deze oplossing ook te organiseren. En we merken nu dat er zicht komt op voldoende ondersteuning in de zorg en begeleiding, zodat wij ons weer kunnen richten op het onderwijs. In 2017 trokken ouders aan de bel. De bezuinigingen zorgden voor zodanige onrust dat ouders misschien hun kinderen van school moesten halen. Wethouder Bert Vrinks wilde dit graag voorkomen. Dit is een speciale groep kinderen die flors gehandicapt zijn en soms zelfs dubbel gehandicapt. En we hebben wel gezegd dat we proberen om alle kinderen zo normaal mogelijk naar een normale school te laten gaan. Desnoods met wat extra zorg op die normale school. Maar voor een bepaalde groep kinderen blijft er gewoon speciaal onderwijs nodig. Daar is deze groep kinderen echt op aangewezen. En dat betekent dat je dan vanuit die 4 verschillende loketten moet kijken wat die kinderen nodig hebben. Dat doen we nu samen met de ouders en met school als gemeente voor alle kinderen tegelijkertijd. En dat betekent dat die ouders geen individuele aanvraag bij hun gemeente hoeven in te dienen om de zorg op school geregeld te krijgen. Want we hebben afgesproken door te kijken naar alle dossiers van de kinderen dat we een gemiddelde hoeveelheid zorg per kind betalen en ervoor zorgen dat die hulpverleners gewoon op school zijn. 92% van de kinderen op de Sint Maartenschool heeft 12 uur of minder zorg per week nodig. En daarmee komen zij in aanraking voor het nieuwe beleid. De overige 8% vereist intensere zorg en daar kon volgens Vrinks nu nog geen afspraken voor gemaakt worden.